De bewaker die ik heb ontvoerd, die is ontsnapt. En hij heeft een potion opgegooid. En nu ben ik bezeten. Een hele goede morgen. Hallo Torben, alles goed met jou? Goedemorgen. Oh nee, je bent nog steeds bezeten. Dat klopt. Blijf weg. Torben, er is niks aan de hand. Ik voel me nog helemaal top. Ik ben nog niet veranderd in zo'n raar monster, oké? Je komt helemaal goed. Ja, maar ik wil niet aangestoken worden door jou. Je wordt niet aangestoken door mij. Er is een potion op mij gegooid omdat jij niet op de bewaker kon letten, waardoor die is ontsnapt. Sorry. Dat was niet zo handig. Gaan we dingen testen vandaag? Ben jij mijn proefkonijntje? We moeten eraf zien te komen, erachter zien te komen hoe ik dit wegkrijg, want dit is niet heel leuk. Zal ik je één keer slaan? Nee, je gaat me toch niet één keer slaan? Ja, maar misschien gaat het effect dan weg. Oké, sla me maar. Heb je misschien nog andere armor? Auw! Ik wist niet dat... Auw! Torben. Heb je water? Ik wist niet dat je zo goed zwaard had. Nee, heb ik niet. Auw. Oké. Je hebt overleefd. Dit werkt dus absoluut niet. Maar we moeten wel even een manier vinden hoe we hier vanaf komen. Want ik wil niet in zo'n bewaker veranderen. Wat zei die nou bij jou? Dat mensen waren vroeger. Ja, en dat ze onder druk dit allemaal deden. Door die boze koning zeker. Mm-hmm, ja. Oké, wacht. Ik heb een idee. Misschien... Kan je volgen? Ja, volg maar. Misschien kunnen we het gewoon eraf wassen. Dat zou wel de allersimpelste methode zijn. Dat zou wel makkelijk zijn. We hebben hier een riviertje. Ja, maar we moeten wel uitkijken. Want ik weet dus niet waar die boze koning is. Straks komt hij mij ophalen, zodat hij mij dingen kan laten doen. Ja, daar ben ik dus ook bang voor. We moeten eigenlijk misschien wel een beetje tempo maken. Ja, wacht. Hier. Boom in de weg. Hier is water. Als dit werkt, hè, dat zou echt perfect zijn. Spannend! 3, 2, 1. Ja, la, la, la. En, is het weg? Is het weg? Ja! Het is helemaal niet weg. Nee, het is nog niet weg. Oh. Maar, ja? Denk jij wat ik denk? Ik ga toch niet in de lava springen? Ja, maar we moeten wel dingen testen. En het water heeft duidelijk niet jouw gezicht schoongemaakt. Torben, als ik in de lava spring, ga ik dood. En dat is niet de bedoeling. Ik moet alleen maar van deze vloek af. Oké, ik heb een idee. Kijk. Ja? Als ik het nou een beetje bij elkaar link, dan kan je gelijk namelijk in het water. Oh, oké. 3, 2, 1... Auw. Oh mijn god. En is het weg? Het gaat niet weg. Het water! Ik had nog maar 2 hartjes en we hebben het echt helemaal voor niks gedaan. Ja, wel. We hebben het wel voor iets gedaan, want nu weten we dat dat niet de oplossing is. Trouwens, als er wat is in Minecraft, hè? Als je vervloekt bent of je hebt een potion, wat is dan het allereerste wat je doet? Melk! We moeten gewoon melk drinken. Dit is toch veel slimmer. Heb jij een bucket dan? Ik heb geen bucket. Dan moet ik terug. Hebben we iron? Nee, ook niet. Dat ligt allemaal in mijn kelder. Hebben we 0 iron? Serieus? Noepsie floepsie. Waar is het huis? Ik ben de weg kwijt. Iets meer naar rechts volgens mij. Naar rechts. Ja. Ligt die niet ergens binnen iron of zo? Ja, is het een iron blok? Waar? Is dit een iron... Nee, dit is geen iron blok. Torben, dat is een pompoen. Ben jij hier bezeten of zo? Ja, misschien wel. Staan hier geen kistjes? Hebben we niet hier beneden iron? We hebben hier 2 lege kisten hier. Daar hebben we ook helemaal niks aan. Ik heb een kist beneden. Heb je een kist beneden? Wacht, ik heb hem in mijn kamertje. Heb ik mijn kist? We hebben maar 3 iron ingots nodig. Alsjeblieft. Ik heb er 4. Sorry, maar ik moest even kijken. Oké, geef die bucket. Torben, schiet op, want ik begin me al echt ziek te voelen. Dit is echt niet fijn. Kom, geef. Ik moet hem even maken. Of wil jij het maken? Ik wil hem maken. Ik wil hem maken. Het duurt te lang. Ik moet wel van jouw crafting table lenen. Sorry. Wat stinkt dit in jouw kamer? Gadverdamme. Nou, ik ben net wakker. Ik hoef geen leer. Ik heb toch niks aan leer? Dan niet. Geen cadeautje voor Jessie. We moeten een koe vinden. Ik denk dat dat nog de grootste uitdaging is. Dat wordt best een challenge, denk ik. Vind de koe! Oké, als jij die kant gaat, ga ik de andere kant wel op. Even kijken of we sneller een koe kunnen vinden. Ik heb al een kip en ik heb al een varken. Een paard? Nee, paardenmelk. En een koe. Heb je een koe? Nee, maar ken je dat nummertje niet? Kip, een paard en een koe. Nee, ik heb wel... Ik heb een koe! Heb je een koe? Waar? Ik heb een koe. Waar ben jij? Ik ga heel hard schreeuwen en dan moet je kijken of je me hoort. Oké. Waa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 
Oh, bij het diamond paard. Weet je nog waar die staat? Ja, ja, die zie ik. Die zie ik nu letterlijk. Oh. Nou, dan... Hallo, oh, ik zie je. Ik zie je. Torben. Ja, rustig. Niet zo hard schreeuwen. Oh. Ik zie je al. Kijk, hier staan twee koetjes. Dit is perfect. Hallo, meneer de koe. Ik kom je even melken. Zo. Hallo, Barry. Even drinken. Dit gaat 100% werken. Dit zou het zijn. Torben. Hoezo dachten we niet gelijk? Wat? Het werkt niet. Het werkt niet. Nee, niet. Het werkt niet. Ja, maar niet. Dan heb ik echt... Dan heb ik gewoon echt geen idee. Ik heb, dan moeten we 101 Minecraft dingen gaan proberen om te kijken wat werkt. Ik heb wel het idee... Die bucket hoef ik niet meer. Dit. Maar dit is wel echt heel erg zonde. Maar anders verander die ik... Die is van mij, hè? Ja, maar Torben, anders verander ik in een enge soldaat of een bewaker en dan ga ik jou pakken. We kunnen ook gewoon nog even testen dat jij even naar de hemel gaat en dan weer terug uit je bedje komt. Nee, absoluut niet. Die enchanted appel die geneest volgens mij alles, dus die moet dit 100% genezen. Nee. Stel je valt eerst naar beneden. Nee. En ik kom terug, dan mag je mijn golden enchanted appel proberen als het dan nog steeds niet werkt. Nee. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Jawel. Zal ik even een trappetje bouwen? Nee, ik ga dat niet doen. Heb jij een shovel toevallig? Nee, Torben. Hoezo, heb jij geen shovel? Ja, die heb ik wel, maar ik ga dit niet doen. Nee, want de lava... Torben. We moeten alles testen. Oh, dit meen je. Heel belangrijk. Ja, ik heb genoeg dirt hier. Heb je al genoeg dirt? Ja, alsjeblieft. Nou, ik weet niet of... oh ja, dit is zeker. Torben, dit gaat niet weer... Kom, nee, laten we dan bij het huis doen. Dan liggen al mijn spullen daar tenminste nog. Oh ja. Dat is tenminste wel wat slimmer om te... Nee! Oh, hier kijk ik nou echt heel erg naar. Nee, we gaan dit niet doen. Hier heb ik zin in. Dit vind ik leuk, jongens. Torben, ik wil dit niet doen. Ja, ik snap dat je het niet wil doen, maar je moet begrijpen dat we het moeten doen. Ja, maar dan ben ik al mijn levels kwijt. Ik ben level 1. Oh. Dat was waar wil jij helemaal heen? Wil je hier een trappetje bouwen? Ja, doe maar. Oké. Okay. Torben, je weet dat dit niet gaat werken, hè? Ik denk dat het wel werkt. Ik hoop vooral dat het werkt. Dit gaat niet werken. Zo. Oh, is dit hoog genoeg? Ja, nee, dit is hoog genoeg. Nee! Auw. Nee joh, tuurlijk niet. Het moet veel hoger. Torben, dit gaat niet werken. Ja. Zo. En zo. Auw! Hey, sorry. Dat was niet de bedoeling. Sorry, zie, dat is de kwaadaardigheid in mij die al een beetje spelen. Geef hem maar. Auw! Als je nou gewoon mij die blokjes geeft, dan hoef je geen trappetje te maken, maar kan ik gewoon recht omhoog bouwen. Oh ja, maar ik vond het trappetje eigenlijk gewoon een leuker idee in mijn hoofd. Ja, dan duurt het nog langer voordat ik weet wat er gebeurt. Doe maar. Nee, wacht. Ik moet nog hoger. Wacht. Ik wil even een goede spot hebben om dit te kunnen zien. Oh, Torben. Ja. Dit is niet slim om te doen. Het was leuk je gekend te hebben, Jesse. Torben, ik hoop dit dat gaat je toch helemaal niet wordt. Werken? Oh, Torben. Dit heeft niet geholpen. Ben je echt nog steeds lelijk? Ik ben nog steeds lelijk! En het deed echt heel veel pijn. Dit heeft absoluut niet geholpen. Oh, nee. Geef me die golden apple. Nu. Oh ja. Nu. Oké, dit gaat 100% werken. En enchanted golden apple. Hoppa! Het doet helemaal niks. Het doet helemaal niks. Ik denk dat je gewoon klaar bent, Jesse. Nee. Ik denk het wel. Goed nadenken. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we nog meer doen, los van dit allemaal? Mag ik even die shovel voor jou als jij gaat nadenken? Ja, alsjeblieft. Het ziet er niet uit. Denken. Torben, ik weet het. Alleen daarvoor moeten we naar de nether. We moeten naar de nether, maar we hebben nog niet eens een nether portal. Jawel, dan moeten we een nether portal maken. We hebben daar lava en water. Dan kan jij obsidian hakken. En ik heb echt een perfect idee. We moeten namelijk een potion maken. Alleen daar hebben we eens blaze rods voor nodig. Wat voor potion? Een potion of instant healing. Dat gaat 100% werken. Oh. Okay. Als jij weet hoe dat moet, dan ga ik... Ik denk te weten hoe dat moet. Ja, alleen, precies. We hebben daar ook meloen nodig. Dus dat is nog wel een probleempje. Dus ga jij maar even obsidian verzamelen. Dan ga ik ergens hier een meloen zoeken, ja? Maar gaan we dan... En daarna gaan we naar de nether samen? Want ik wil niet alleen heen. Nee, we gaan samen naar de nether. We hebben alleen maar één blaze rod stok ding nodig. En dan zijn we klaar. Oké. Doei. Ja, tot zo. Oké, ik heb een meloen nodig. Waar kan ik nou weer een meloen vinden? Volgens mij kan je meloenen vinden in de jungle biome. En
die is daar. Dit is echt perfect. Ik voel me al wat minder lekker, dus dit moet werken. Want ik begin echt in zo'n monster te veranderen. In de video van Torben zei namelijk de bewaker dat de koning mensen omtovert tot van die enge bewakers. Alleen, ik weet dus niet hoe lang het duurt totdat ik ook zo'n enge bewaker word. Oké, waar ligt hier Meloen? Waarom ligt hier nergens Meloen? Meloen! Oké, hier ligt Meloen. Dit is echt perfect. Ik weet niet hoeveel we er nodig hebben, maar dit is wel even genoeg voor nu, denk ik. Zo, dankjewel. Meloenen kunnen we natuurlijk ook gewoon planten. Torben, ik ben er weer. Ja. Ik ben er weer. Hallo, waar ben je? Wat? Oh, hallo. Heb je obsidian? Ja, kijk. Oh, doofkeer. Nee, dat is dirt. Ik heb 70 stukjes, omdat ik niet meer wist hoeveel je er nodig had. Oké, maak een nether portal, ja? Dan, we moeten... Oh ja, want ik weet hoe dat moet. Ja, zal ik die beneden maken? Nee, ja, kan. Ja, maar dadelijk weet dat als je één bewaker weer komt... Ja, is goed. Slim. Volgens mij heb ik nog wel flint en steel, maar dat weet ik niet zeker. Torben, ik heb niet eens een kist. Ik ga even aan jouw kist kijken, hoor. Zo, waar ga je hem neerzetten? Ik ga hem hier achter de kist zetten. Zo. Achter de kisten? Ja, waar anders? Weet ik niet. Zet hem maar neer. Schiet op. Ja, ik oké. Hoeveel? Zo? Ja, en dan omhoog. Geef aan mij. Ik doe het wel. Geef aan hier. Pak jij pistool. Ja. Ja, goed zo. Ja. Maar even om mooi te maken, doe ik zo. Torben, maar nu komen we er toch niet in. Oh, ja. Oh, echt. Dit is zo dom. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Oké, let's go. Ik ben eigenlijk helemaal niet klaar voor. Nee, ik ook niet. Ik vind het een beetje eng. Oh. Hey. Hey. Oh. Dat is denk ik onze oude netherportal. Dat is op dezelfde plek. We moeten een kasteel hebben, Torben. We moeten een kasteel vinden. Dat is de eerste uitdaging van vandaag. Als we heel, heel, heel hard gaan nadenken op ons brein... Dan weten dan we zullen nog we die waar vast die is. Al de vorige keer hebben gevonden. Die was... Maar dit is zo lang geleden... Dat wij naar de nether zijn geweest. Ik denk die kant op. Ik denk hierheen. Waar? Oké, we gaan die kant op. Ja, yes, eindelijk. Pas op. Ja, eindelijk. Torben, ik begin me al misselijk te voelen. Ja, dat snap ik. Oké, hoe komen we daar? Kijk uit. Ik heb nog blokjes. Ja, ik heb ook blokjes. We moeten een brug bouwen. Oké, we moeten een blaze rod vinden. En volgens mij, ik weet niet zeker hoe die poosje maakt, maar ook van die rode dingetjes. Van die rode dingetjes? Ja, van die rode plantjes ofzo. Ja. Dat duurt langer volgens mij. Duurt het dan langer? Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Ja, dat weet ik toch niet. We hebben maar één keer nodig. Let's go! Oké. En hopelijk, misschien kunnen we hier ook meteen goede loot vinden. Dat zou ook wel handig zijn, want dan moeten we die koning ooit ook nog een keer pakken. En pas op voor die zwarte skeleton mannetjes. Ja joh, dat komt wel goed. Kijk, deze hebben we nu al. Zo, meer hoef ik er niet. We moeten ik wil wel bij jou blijven. Hebben. Oh! Oh, we hebben trouwens ook goud nodig. Pak die iron dan. We hebben toch niet zoveel voor iron? Normaal pak ik iron niet meer. Ja, ik heb het al gepakt, toch? Ja, en fijn dat je zegt dat het doodloopt daar. Ja, sorry. We hebben ook goud nodig. Dus als je goud kan vinden, is het ook goed. Want we hebben golden nuggets nodig. Ik zal een hoofdje in het cel houden. Oh, hier weer een kissen. Kissen! Oh, goud. En een zadel en flint en steel. Daar hebben we echt helemaal niks aan. Ha! Hey, is mijn deze goud. Deze is voor jou. Moet je wel dan even aandoen. Nee, ik ga die absoluut niet aandoen. Die is echt heel lelijk. Oh, hier loopt de dood. Wist je dat ik dus heel goed kon imiteren? Waar ben jij, Torben? Ik ben iets meer teruggelopen. Oh, ik dacht al, ik was je kwijt. Het sneeuwt hier. Die dingen kan ik imiteren. Imiteren? Hoe dan? Niet doen! Push. Niet doen! Oké, hier zijn we nog niet geweest. Kom, we moeten hierheen. Ik voel het. Maar misschien dat ze dat horen. Dat ze dan komen. Nou, ik denk dat dat doodloopt. Ik denk dat ze eerder bang voor jou worden. Torben, dit duurt me echt veel te lang. Moet wel ergens een spanner hier zijn. Hier. Waar? Hier. Waar ben jij? Waar ben ik? Hier. Oh ja. Band op! Oh, ik heb looting trouwens. Heb je looting? Oh. Ja, sla jij ze dan? Ja, jij hebt echt een veel beter zwaard. Heb je er al één? Ik heb er vier. Oké, top. Meer hebben we niet nodig. Okay, waarom heb ik 3 golden chests in mijn hand? Omdat ik die net op de grond gooide. Oké, Torben, meer hebben we niet nodig. Zo snel mogelijk terug, want ik wil die potion maken. Kom. Oké. Oh, daarachter was er nog één, kijk. Waar? Oh. Daar. Ja, maar we hebben er niet nog één. Oh, en hier rechts nog één. Opeens zijn er hier heel veel. Dat ben je niet. Weet jij de weg nog naar het netherportal? Ja.
Ja, hier. Oké, dan ik volg jou. Torben, kom. Ja. Het is tijd om naar huis te gaan. Ja, het is tijd om naar huis te gaan. Torben, mag ik die blaze rod van jou? Ja. Dankjewel. Hier, hou jij het pistool maar even vast. Nee, ik wil niet die pot... Handen omhoog! Ik wil niet... Geef je nou die blaze rods geen... Haha, ik ga jou nu pakken. Nee, dat is een grapje. Torben, je hebt me botten gegeven, hè? Ja, dat is een andere kleur, sorry. Oké. Ik weet niet zeker hoe het moet, maar volgens mij zo. En dan cobblestone en... Nou, oké. Het eerste, dat hebben we. Daar ga ik hem neerzetten. Zet hem hier zo. Hier? Oh ja, dat vind... Auw! Oké, dit vind ik een mooie plek. Zo. En dan moeten we volgens mij... hoe werkt dit? Weet jij hoe dit werkt, Torben? Water! Glasbottles! Oh nee, ik weet het al. Oh ja! Glass bottles. Ja, jij moet glasbottle maken, want ik weet niet hoe dat moet. Oké. Oh, wacht. Ik heb hier een potion of water breathing. Als ik die gewoon even opdrink, heb ik een lege bottle. Hey, dat is slim. Oké, dan heb ik blaze powder. En dan... Oh, ik heb hier ook nog een glass bottle. Eén lege. Heb je nog een glass... Die kan er ook bij. Heb je nog een glass bottle? Ja, die heb ik erin gedaan. Oh, dankjewel. Zo, en dan volgens mij melon seeds. Maar dat weet ik niet zeker. Wacht, we gaan kijken wat melon seeds doen, ja? Ja. Er gebeurt helemaal niks. Dit weet ik niet. Eerst moet je toch dit water vullen. Moet je die bottles vullen met water, jongen. Oké, vul jij ze met water? Oké, hier. Nee, ik denk wat ga jij nou weer doen? Torben, we hebben een probleem. Volgens mij had ik nog een meloen nodig en ik heb nu alleen mijn zaadjes, dus we moeten hem nu weer helemaal gaan planten. Oh, maar ik heb misschien nog wel een stukje meloen, wacht. Heb je nog meloen? Hoezo? Oh, die heb ik zeker laten vallen. Geef. Weet je niet, maar waar is die dan? Ik heb hem hier. Jij, ik had net dingen allemaal opgepakt voor jou. Wacht, volgens mij moeten we dit doen. En dan krijgen we een gouden meloen. Ja, kijk, we beginnen ergens te komen. Een gouden meloen. Een gouden meloen. En dan doen we die waterbottel, gouden meloen erin. Oké, er gebeurt wat, Torben. Wat er gebeurt, weet ik niet. Maar ik heb zo'n idee dat, volgens mij wordt dit de healing potion. Maar ik heb echt geen flauw idee. Hè. Ik ben echt hier niet goed in. Stel je voor, hè. Ja. We hebben dit al dit werk gedaan. Ja. En het werkt niet. Wat ga je daarna doen? Jawel, het gaat werken. Wat zou je daarna doen dan? Het werkt niet. Torben, het werkt niet. Ik weet niet hoe dit werkt. Oké, ik had hier een meloen geplant nog, gelukkig. Zo, was ik vergeten. Torben, hier, ja? ik heb meloen. Meloenvloek, meloen. Ik heb meloen. Torben, heb jij nog goud? Ja, dankjewel. Dankjewel. Zo. En dan doen we dit. En dan heb ik deze weer. Heb je die awkward potion? Ja, die zit hier nog in. Oké, dan doen we dit. Oké, als het goed is, moet het nu werken. En anders werkt het ook niet meer, dan geef ik het op. Ik vind het spannend. Weet je, ik hoop echt voor jou dat je beter wordt. Ja. Maar als het niet lukt, dan moeten we weer aan iets gaan denken. Ik vraag me af, hè. Zou ik nu ook paars poepen? De wensboom. Oh! Ja, maar die wensboom is kapot. Potion of healing! Potion of healing, potion of healing, let's go! En... Weet je niet. Niks Torben. Doet het, Jesse. We moeten de boom repareren, want dan kunnen we het gewoon wensen. We kunnen twee dingen doen. Ja. We kunnen een bewaker weer ontvoeren en dat hij vertelt wat je moet doen. Ja. Maar ik denk niet dat hij het weet, anders zou hij ook straks geen raak jij zijn. Ook bezeten. Ja, of we moeten nou eigenlijk toch gaan focussen om die boom te gaan healen. En aan de boom te vragen. Oké, laten we dat doen.